Welk thema vond je het moeilijkst? Welk thema vond ik het moeilijkst? Het thema wat het dichtst erbij kwam, ging over iemand die in een psychose terecht was gekomen. Een Belgische vriendin van mij, die is dat ooit gebeurd en die is daardoor overleden. En dat is, vond ik, het moeilijkste moment in mijn leven. Kan ik nu makkelijker over praten, toen niet hoor, dat is 20 jaar geleden. Omdat ik het gevoel had dat ik er had moeten helpen op het moment dat hij echt de diepere in ging. En dan loop je heel lang rond met een soort schuldgevoel, terwijl ik diep van binnen wist, ik kon niks doen, weet je. Dat is de weg die iemand gaat en mensen die mij kenden zeiden het ook, Stef, dit is niet jouw probleem. Maar ik ben wel een beetje zo opgevoed, dat je wil proberen mensen op dat moment te depaneren. Maar ik heb ook bewust gekozen toen we begonnen aan die 7 werken van een barmhartigheid. Ik zeg, er moet één verhaal tussen zitten van iemand die weggegaan is, maar die er nog is. En dat was dus de moeilijkste, maar ook het mooiste. Ik zocht niet een therapeutisch moment voor mezelf, maar toch. Weet je, ik voelde dat ik dat, ja, ik voelde dat ik dat een keer recht in de ogen moest kijken. En het was een heel schoon verhaal van iemand die echt door zware psychoses is gegaan. Nou ja, daar gebeurt er van alles in je kop. En voor mij was dat altijd iets wat ik wilde weten. Eigenlijk wilde ik het gesprek met haar nog een keer voeren. Wat ik nooit heb kunnen voeren. Dat was het. En ik kreeg die kans door dat programma. En ik denk dat het ook een van de mooiste liedjes is geworden. De schoonheid van het licht. Omdat daar... Ja, zij heeft me dat gegeven, weet je, en gecombineerd. Dus dat vond ik de lastigste, maar ook de mooiste. Altijd zo in het leven, hè. Is dat ook een nummer dat het meest autobiografisch is dan? Laat ik zeggen, of het autobiografisch is, weet ik niet, maar het komt het dichtst erbij. Ik heb wel haar verhaal gevolgd, want... De beelden die zij mij voortdurend gaf, ook in dingen die ze had geschreven... was voor mij het vertrekpunt, want dat vind ik ook wel fijn. Als dan vanuit dat gesprek een lied ontstaat... maar haar man bijvoorbeeld in het verhaal, die altijd haar heeft bijgestaan... dat werd voor mij wel in het nummer een soort oplossing die ik eigenlijk het liefst had gewild, maar die nooit is gebeurd. Dus daar werd het wel autobiografisch. Maar voor de rest... was de thematiek kwam heel dichtbij. Maar ik denk ook voor de veiligheid dat het... Het is altijd zo moeilijk in een lied, zelfs bij een liedje als Papa of wat dan ook, dat je... Het moet wel persoonlijk zijn, maar het mag niet zo persoonlijk zijn dat het alleen over mij gaat. Het moet ook over jou kunnen gaan. Het moet over de mens in mij gaan, niet over Stef Bos, geboren daar en daar. En dat is niet interessant. Stef Bos is niet... Maar de mens in mij, daar kan ik de connectie maken met de ander. Dus dat moet je wel blijven zoeken, maar ja, maar het is wel het meest persoonlijke stuk, denk ik, ja. In één nummer expliciet heeft u wel een dialoog opgenomen. Ik denk het nummer van Dennis. Ja. Ja. Waarom heeft u die keuze gemaakt? Dat is een leuke vraag. Dat is een leuke vraag. Dat lied van Dennis is inderdaad een dialoog, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik met hem moest doen. Ik wist het niet. Dus het was een verhaal van iemand die dakloos was geweest. Die het eigenlijk ook over zichzelf had afgeroepen. Die zijn gezin in de steek had gelaten. Het was een figuur die dat vond ik ook het moeilijkste interview, want hij was een nat stuk zeep. Ik kreeg geen grip op hem. En het was wel een hele lieve man, vond het een interessante man, maar die nog niet zijn proces had afgemaakt. Dus hij was in de problemen terechtgekomen, onder een brug geslapen, in een caravan. Zijn gezin in de steek gelaten, daar had hij een schuldgevoel over. En tegelijkertijd... was het iemand die niet in actie kwam. Weet je, iedereen in ons leven, je komt wel eens op een punt dat je de boel moet lossen. Hè? Maar dan is het ook belangrijk dat er weer een moment is dat je het heft in handen neemt. Al heb je iets geleerd gewoon, weet je, dat je denkt van oké, dat pad moet ik niet meer gaan, maar dat werkt niet voor mij. Maar bij hem was dat was zo'n surplus, noemen ze dat, bij het wielrennen. Dus die was een beetje ter plekke blijven watertrappelen. En in dat gesprek... Wat moet ik hiermee? En
Weet je wat er gebeurde? Dat was wel een goddelijke ingreep, hoor. Dus het eerste gesprek vond plaats in die caravan waar het helemaal mis was gegaan. En waar hij echt zo op punt stond om een einde aan zijn leven te maken. En toen kwam hij terecht uiteindelijk bij de Emmausgangers. Dat is zo'n project, hè, waar ze mensen proberen te helpen. En toen ik ging naar dat project toe en ik reed tussen die twee gesprekken, tussen Utrecht en ergens in de Limburg, waar die Emmausgangersproject was waar hij zat. En opeens dacht ik aan mijn moeder. Want ik voelde opeens, hij had gewoon zijn jeugd was niet oké geweest. Het was echt een klootzak van een vader en waren echt heel verkeerd gelanceerd. En dan moet je als mens natuurlijk van goede huizen komen om de boel recht te trekken. En dat was hem gewoon niet gelukt. En opeens zit ik in de auto, ik rij onderweg en ik denk, goh mama, zo weet je, nu besef ik pas hoe goed jij mij op weg hebt gezet. Dus eigenlijk kon ik, dat vond het moeilijkste lied om te schrijven, ik kon geen ingang vinden en ik denk, de ingang is mijn moeder. Ik moet op een gegeven moment gewoon echt letterlijk het verhaal vertellen dat ik iemand tegenkom die zegt van nou, ik heb een en ander meegemaakt en het was allemaal naar de kloten en dit en dat en dat. En dan dat ik opeens besef zo van, Jezus, wat heb ik geluk gehad dat ik op dit spoor ben gezet. En toen had ik het liedje. Maar dat was de lastigste, hoor. Ik vond hem heel moeilijk om te pakken. En daardoor werd het ook een dialoog tussen hem en mij, eigenlijk. Het is het enige lied waar ik zelf wezenlijk aan het woord ben. Wat heeft dit project jou zelf eigenlijk geleerd voor het leven? Over het algemeen dat de mens ongelooflijk sterk is van binnenuit om eender welke situatie toch het hoofd te kunnen bieden zou. En het meest extreme vond ik in Maastricht, dat ik terecht kom bij twee zussen, Siska en Astrid. En die Astrid die is zo, telkens schakelt er een functie uit per periode. Die heeft MS, dus multiple sclerose. Dus uiteindelijk wat er nog overblijft van je is ongeveer het bewegen van een mond. En ik heb voor mezelf wel eens zitten denken, waar stopt het? Weet je, ook in mijn eigen geval. Ik bedoel, ik ga fysiek nog hartstikke goed, maar toen in die discussie over Hugo Claus in België, weet je, waar moet je bepalen of het zover is? En verschuift die grens ook niet de hele tijd? Ik kan nu wel zeggen, ja, als ik dat niet meer kan, dan wil ik niet meer. Maar je ziet in haar geval, en dat vond ik een ongelofelijke leerschool voor mezelf, dat die langzaam achteruit gaat, maar dat die elke keer een punt voor zichzelf aan de horizon kan creëren, waardoor ze toch weer verder wil. Hè? En zonder dat mij de indruk geeft van, ja, maar die maakt zichzelf iets wijs. Dus ik kreeg daar een leerschool aan optimisme. Er zit een vrouw voor mij waarvan ik pas later besefte, ik moet haar arm bewegen als ze dit wil doen. Dat kan die helemaal niet meer. Maar op het moment dat je met iemand aan het babbelen bent, ben je daar niet mee bezig. Dus ik vergeet nooit meer dat in dat interview, dat ze zegt, kunnen mij wel water geven, dat ik opeens besefte, maar die kan dat natuurlijk helemaal niet meer. Dus dan moet je iemand zo een glas water naar de mond brengen. Maar tegelijkertijd kreeg ik een uur lang in die eerste ontmoeting één soort golf van optimisme en liefde naar me toe. En met humor. En wat een schone mens. En toen opeens, daar brak iets bij mij toen, dat ik denk, maar die kan zelfs niet haar eigen water naar de mond brengen. En dan ga je naar huis toe met een gevoel van, en het is echt wat het is, ongelooflijke dankbaarheid dat ik, en tegelijkertijd ook beseffen van, Stef, je ziet vaak niet wat je hebt. Je telt je zegeningen te weinig. Ik denk dat de grootste leermoment was in die, en dat nummer begint ook met leer mij om te dansen als ik niet meer kan bewegen. Weet je, ik denk, ik geef haar vol, het is een soort gebed eigenlijk, dat hele nummer. Dat ik haar een geschenk ga geven over wat zij mij geleerd heeft. En dat was letterlijk. Ja, dat vond ik wel heel indrukwekkend, hoor. En dat kwam binnen. En dan
op het moment dat je dat de eerste keer voor zo iemand mag zingen, want dat was ook nog fantastisch bij die reeks, weet je, dat dan aan het einde, was het bij haar ook, dat ze zo naast me zat. De andere mensen hadden we in de theaterzaal gezet, waardoor je meer afstand creëert. Maar om eerlijk te zeggen, we gaan nu een tweede reeks doen, zou ik eigenlijk altijd het liefst zo willen zingen tegen iemand. Over wie je dan het nummer gemaakt hebt. Ja, daar heeft meneer Bos op latere leeftijd toch even een flinke les gekregen. Als je praat over Astrid, dan hoor ik daar een heel groot stuk het appel van het gelaat in, waarover Levinas spreekt. Mm. Ben je bekend met de theorie van Levinas? Ja, dat is wat ik toen ik bij die Levinas kwam ik bij... Via hem bij Hannah Arendt en zo terecht. En daar gaat het heel veel. En wat ik de schoonheid daarvan vind aan dat soort denkers, is dat die de filosofie praktiseren. Hè? Want je kunt heel intellectueel over filosofie praten, maar als het niet ergens als een soort regen op de bodem neerdaalt en dat er iets uit voortkomt, wat is het dan zo aan het einde van de dag? En wat ik steeds meer ontdek, ik denk dat ik toen ik jong was, was ik cynischer. Over de mens en de werkelijkheid. En ik geloof enorm bijvoorbeeld in dat aspect, hè, zo, dat gelaatsaspect, dat er iets oncontroleerbaar goeds in ons zit. Alleen dat onze omgeving dat eerder afleert. Maar ik heb bij mijn eigen kinderen ook gezien, op het moment dat die ter wereld komen, dat kun je moeilijk als kwaad beschrijven. Dat daar iets zou zijn in een pasgeboren leven dat destructiviteit zoekt. Dat kan ook helemaal niet, want dat wil juist, dat wil naar het licht toe, het wil groeien, weet je, en het wil ademhalen en het wil... En dat is te gek binnen, vind ik, want bij veel filosofieën door de tijd heen, ook een deel van het existentialisme, wordt alles de grond ingeboord. Zeker na de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk een... Hoe kun je dat nog verklaren wat er gebeurd is? Ja, dat kun je verklaren vanuit onze menselijke natuur, die dusdanig vervormd wordt dat we tot dingen in staat zijn die eigenlijk tegen onze eigen natuur ingaan. Want ik geloof in het goede, in de mens. En het grappige is, dat is wel mooi hoor, wat je zegt zo met Levinas, en dat moment specifiek met die Astrid, ik heb dat helemaal niet besloten om te doen. Dat was ook niet een moreel correct gedrag wat ik dacht te moeten doen. Het was een soort intuïtieve, instinctmatige handeling. Ja. Dus een beetje meer Levinas op school.